De zware jongens onder onze objecten, dat zijn deze kasten. Letterlijk loodzwaar. Want in deze laden van deze kasten zit lood. En niet zomaar lood, nee, dat zijn lettertjes. En deze lettertjes die moesten door de zetter in een zethaak gezet worden om daar woorden van te kunnen maken, zinnen van te kunnen maken. En daarom heette deze kasten dan ook zetbokken. Als zo'n zetter die alle lettertjes wist te vinden, klaar was met zo'n hele regel en tenslotte een aantal regels had, dan werden die in een raam gezet en dat raam vormde dan samen een bladzijde. En als deze bladzijde af was, dan ging die naar de drukker. De drukker legde hem in de drukmachine en tenslotte werd hij dan met inkt afgedrukt. Waarom zijn dit hele specifieke zetbokken? Dit zijn specifieke zetbokken omdat ze van twee concurrenten komen. De buitenste, deze uit 1920 en deze uit 1940, zijn van Spaan. En de middelste is van Jot Akkermans. Degene die uit 1950 deze, degene die begon met de Limmel Santaren. Dit is een voorbeeld van de Limmel Santaren uit 1987, toen Zevenaar 500 jaar bestond. Even nog één curiositeit hierover. De werkgevers waren verplicht om hun zetters een halve liter melk per dag te drinken te geven. Omdat men zei dat dat tegen loodvergiftiging zou helpen. Ik weet het niet.